met de onderkin wordt bedoeld is het vetdepot wat net onder je kin zit. Nou, de meeste mensen zijn eigenlijk verbaasd over van hoeveel effect ze kunnen bereiken. De meeste mensen denken ze van, nou weet je, ik doe deze behandeling en ik probeer het en ik zie wel wat er gebeurt. En dan zijn ze echt tevreden dat ze denken van, goh, het werkt echt. Wij hebben ongeveer met de behandeling hebben we ongeveer 85 tot 90% gewoon tevredenheid in de eerste behandeling. Maar het kan zijn dus dat je ook twee behandelingen nodig hebt. Ik heb ervoor gekozen om eigenlijk standaard altijd twee behandelingen te doen. En dat betekent niet dat je daarvoor extra betaalt. Nou, de onderkin kan nooit helemaal weg worden gehaald. Is ook niet altijd realiseerbaar. Het feit is, als er een onderkin is er meestal ook nog andere vetdepots in het gezicht. En je kunt je voorstellen dat als dit helemaal strak is en de rest is toch wel een beetje gevuld, dat dat een beetje apart kan overkomen. Maar je kunt het wel dusdanig wegnemen zodat het sowieso niet meer storend is. Dus dat is echt wel mogelijk. Er zit nog een andere maar in. Natuurlijk kan je het vet wel wegnemen, maar als er dan te veel huid is, dan is het ook niet goed. Dus daar moet wel echt rekening mee worden genomen met het behandelplan.